Christmas, want vandaag is het kerst en ik ga een hele leuke video voor jullie opnemen. Maar dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met Joy. Hi! En Joy is van het kanaal Beautiness en we hebben net een hele leuke video opgenomen. Raad de YouTuber. Dat is heel spannend. Ja. Ik had er echt helemaal zin in. als je benieuwd bent naar die video, klik dan eventjes in het i'tje of in de link in de videoomschrijving om die te bekijken. Vandaag gaan we hele leuke kerstsnacks maken. Ik weet niet zo goed wat een ander woord kerstsnacks. Ja, kerstsnacks. Zo zou ik het ook noemen. Treats, Christmas treats. Ik heb er heel veel zin in. Snacks, de voorbeeldjes heb ik gezien op Pinterest en Tumblr en dat soort sites. Dus ik heb ze niet zelf verzonnen, maar het leek me wel leuk om ze gewoon samen te maken met jou. Ja, ik heb er ook zin in. Yes. Heb je ook een beetje trek? Nou, als ik dit zie, als ik die cakejes zie, dan wel hoor. Dan wel in één keer. Nou, de eerste kerstsnack. Kerstsnack klinkt echt alsof we frikandellen gaan bakken of zo. Ja. Het eerste kerstcakeje dat we gaan maken is een hele leuke ijsbeerkerstcakejes. Dus wat we daarvoor nodig hebben is frosting. Die heb ik hier al geklopt. Het is gewoon kanten klaar. Hoef je alleen maar wat boter en wat melk bij te doen. En die moeten we even verspreiden over de cupcakes. Oké. Daar beginnen we mee. En het hoeft niet per se super netjes, maar het moet ook niet per se heel slordig. Lekker duidelijk. Alright, de frosting zit erop. En wat we hier overheen gaan doen is een suikerlaagje. En daarvoor gaan we gewoon kristalsuiker gebruiken. Fijne kristalsuiker. Oh, het ziet er zo mooi uit. Ja, hè? Ik denk gewoon een dun laagje, een beetje zo. Gewoon dat alles een beetje bedekt is. Zo. Niet te veel, anders dan is het echt heel zoet, denk ik. Wauw, het lijkt echt een soort van glinsterende sneeuw ja, of zo. Ja, het ziet er zo mooi uit. Oké, en dan gaan we het versieren. En daar hebben we drie dingen voor nodig. Wat was dit ook alweer? Dropjes? Wat zijn die? Zwart-witjes. Zwart-witjes. En Joy heeft al de witte uitgezocht. En dan heb je ook, zeg maar, deze kan je kopen. Dan heb je van die chocolade, knisperende chocoladebolletjes. En dan moet je de allerdonkerste van hebben. En de rode confetti ook gesorteerd. Die hebben we straks ook nodig. Nou, dan beginnen we denk ik met de oortjes. Ja. Dus je pakt er twee. Oh, het ziet er nu al schattig uit. En dan pakken we er nog eentje. En die doen we een beetje zo in het midden van de cupcake. Nu ziet het er echt gek uit. Ja. En dan die donkere bolletjes. Dat zijn de kraaloogjes. En die doen we boven het snoetje. Dan gaan we het neusje soort van plakken op het snoetje. En daarvoor gebruiken we weer wat botercreme. Dus ik pak een heel klein beetje zo op mijn bolletje. Ja. Oh, hij is schattig! Oh. Kijk, zo lief! Wat schattig! Ik wil hem gewoon niet opeten. Oh, wat leuk. Zo. Oh, geweldig. En dan het tongetje. Ja. Die moet precies onder het snoetje. Ken jij van The Lion King en dan die gekke hyena Ed? Heb je The Lion King nog nooit gezien? Nee. Wat? Dit is echt een van de beste Disney films die er is. Oh, ik heb het echt nog nooit gezien. Ik kan gewoon niet geloven. Heb je wel Belle and Beast gezien? Het Aladdin. Aladdin niet. Oh my god. Maar ik ben niet echt van de sprookjesfilms. Niet? Nee. Oh, ik hou van sprookjesfilms. Oh nee, ja, ik ben meer van de comedyfilms. Ja, maar dit zijn de klassiekers, Joy. Ja. Deze moet je kijken. Nee. Maar weet je, er zit natuurlijk wel zoveel jaar tussen ons. Dus zeg maar de Disneyfilms waar ik mee ben opgegroeid, zijn andere films waar jij mee bent opgegroeid. Want wat is jouw favoriete tekenfilm van vroeger? Ik keek niet echt tekenfilms, als ik heel eerlijk ben. Ik ben niet zo van de tekenfilms, maar ik was altijd fan van Bassie en Adriaan. Oh, natuurlijk. Ja. Maar tekenfilms heb ik nooit echt heel erg leuk gevonden. Nee? Nee. Zo. Maar bij The Lion King dus, daarom kwam ik erop. Ja. Heb je drie hyena's. Ja. En die zijn evil natuurlijk. En dan is er één zo'n hyena en die is een beetje gek. Mm-hmm. En die heet Eddie. En die heeft altijd zo'n tong die zo schuin uit zijn mond hangt. Zo. Schattig. Ik vind het ook zo schattig als honden dat hebben. Ja, inderdaad. Hebben jullie... Nee, ik heb geen huisdieren. Nee. Zou je een hond of een kat willen? Een hond. Ja? Ja. En welke? Ik weet het niet. Ik vind eigenlijk alle honden wel leuk. Ja. Oh, Tara, mijn zusje, die is helemaal weg van corgis, weet je wel? Die hebben van die kleine pootjes. Van die korte pootjes. Oh, jullie wel eens gezien? Ja. Yeah, die zijn zo lief. Even kijken. Hé, we zijn klaar. Top. Voor jou.
Het was echt best wel makkelijk om te doen. En ja. Het ziet er heel erg leuk uit. Het ziet eruit alsof het echt gewoon uren werk is. Ja. Nou ja, half uur werk of zo. Ja. Terwijl het was zo gedaan inderdaad. Oh, kijk nou zo schattig. Het is echt leuk. Nou, nu is het tijd voor de volgende snack. En dat is dus een kerstboom gemaakt van een chocoladecake. Yes, en dit is ook een heel makkelijk te maken snack. Want we gaan gewoon kant-en-klaar cake gebruiken. Want we zijn lui. Ja. En we willen snel klaar zijn. Maar het kan natuurlijk ook met echte zelfgemaakte cake of brownie zelf zou ook nog kunnen. Wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. Je snijdt een cake in vrij dikke plakken van ongeveer 1,5 centimeter. Dat doe ik omdat die anders gaat brokkelen als je de zuurstok erin gaat steken. En als je de plakken hebt gesneden, dan snij je daar een driehoekvorm van. En dat is dus eigenlijk al de kerstboomvorm. Nou, we hebben hier driehoekjes plakken cake gesneden. Of nou ja, Joy heeft dat gedaan, ik heb niks gedaan. En wat we dan gaan doen is zuurstokjes pakken en die in stukken breken. Dat heb ik hier al gedaan. En wat we eigenlijk dan gaan doen is heel simpel. We gaan hem precies in het midden erin duwen. Met beleid. Zodat de cake niet gaat breken en zo. Oké, dus we hebben nu eigenlijk al de basis van de kerstboom. En het stokje is niet per se om aan vast te houden, want dan breekt hij. Het is gewoon puur voor de sier. En nu gaan we natuurlijk de kerstboom versieren. En dat gaan we doen met groen spul. Oké, het is eigenlijk heel makkelijk. Je begint links onderin en dan gaan we slingeren. Dus we gaan van links naar rechts en dan zo omhoog. Helemaal omhoog. Zo. Nou, perfect. Helemaal mooi. Ja, je moet echt hard knijpen, jongens. Zo. Ik krijg echt handpijn. Maar je kan niet stoppen, je moet doorgaan. Anders heb je zo'n gek slingertje, weet je, wat die in één keer stopt. Ja? Kijk, het ziet er veel beter uit. Oh, mijn handen. Oké, ik heb nu een beetje door. Ik krijg een blessure. Ja? Ja, maar dat zie je ook wel. Het begin is niet heel erg goed gelukt. Hey, maakt helemaal niet uit. Het idee is er. Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nu gaan we de boom versieren met rode Smarties. Dus ik heb hier een bakje met allemaal Smarties. Dus we hebben de rode eruit gehaald. En die gaan we er nu opplakken als soort van kerstballen. En het effect ziet er echt heel erg leuk uit. Dus dat gaan we nu even doen. Oké, en nu zijn we aangekomen bij de derde en laatste snack. En dat is een iets gezondere snack. Tenminste, ja, toch wel gezonder dan wat we net hebben gemaakt. Voor de mensen die ook nog een beetje gezond willen doen tijdens de feestdagen. Wat we gaan maken zijn mini paddenstoeltjes. Heel schattig, van tomaten, mozzarella balletjes, stipjes van mayonaise. Die mag je ook weglaten als je in de lijn bent. En blaadjes, selderij. Ja. Nou, je pakt een cherry tomaatje of een klein tomaatje en die snij je niet helemaal doormidden, maar een beetje zo op een derde. En de binnenkant die ga je uithollen. Nou, als je hem dan hebt uitgehold, dan doe je je mozzarella balletje erin en dan gaat daar een klein cocktailprikketje doorheen. Ja, zoiets ja. Oh, je bent links. Ja. Oh, cool. Mijn moeder is ook links. Oh. Nou, het gekke is, ik schuif links, maar ik knip met rechts. Ja? Als ik zeg maar met vork en mes eet, dan snij ik weer met links. In plaats van andersom. Omdat mijn moeder dat waarschijnlijk ook doet. En dan heb ik dat zo van mijn moeder geleerd, zeg maar. Grappig, hè? Ja. En je ouders? Mijn ouders zijn allebei rechts. Allebei rechts. Ik heb hier de, nou ja, beginnende paddenstoel. En wat je dan doet is, dan pak je een blaadje selderij en die plak je gewoon eventjes tegen de onderkant van het mozzarella bolletje aan en blijf gewoon plakken. Zo van, yo, ik ben net geplukt uit het bos, toch? Een beetje die vibe krijg je dan ervan. En dan gaan we deze eerst allemaal voorbereiden en daarna gaan we de stipjes erop maken. En dan is het echt een, ja, weet je, ken je dat liedje van op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Hoe gaat die verder? Zatkabouter, spillebeen, heen en weer te wippen. Ik heb echt geen idee, maar ik herken hem wel. Nou, we gaan nu dus stipjes op de paddenstoelen maken met mayonaise. En daarvoor gebruiken we ook cocktailprikkers.
En daarmee gaan we dus de stipjes erop maken. Nou, het is eventjes een beetje gepriegel om die stipjes erop te krijgen. Maar dan heb je ook wel echt een heel schattig paddenstoeletje. Ja, echt dus, heel leuk. Proost. Gaan we proeven? Oké. Mm. Oh, je hebt hem één keer. Alles in één keer. Mmm. Je mag nog wel een beetje zout en peper of zo overheen. Mm-hmm. Maar dan is die echt heerlijk. Ik ga hem niet in één keer op hoor. Niet? Nee. Oh, misschien ben ik gewoon een vreedzak. Nou, dat was het weer. Ik vond het hartstikke leuk om deze kerstsnacks met jou te maken, Joy. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. En het eindresultaat vond ik ook echt geweldig. Ja, het eindresultaat is wel echt super schattig. En heel Instagrammable, volgens mij. Ja, dat zeker. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dat jullie leuke inspiratie hebben opgedaan. Voor vandaag, of voor morgen, of voor alle andere dagen. Of voor volgend jaar, voor kerst. Als je benieuwd bent naar nog meer video's, klik dan hier. En als je benieuwd bent naar de video die ik samen met Joy heb opgenomen, klik dan hier. En als je zou willen abonneren op mijn kanaal, kan dat door op dit rondje te klikken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doeg!